Deze week in Via Cultura Weekend Magazine, Laila Jeffa over haar expositie. Laila, welkom. Dank je. Kunstenares in Dordrecht. Ja, klopt. En volgens mij met een expositie, is die al geopend? Gaat die geopend worden? Ja, die ging open om 4 september. Oké. En we hebben een hele leuke, gezellige opening gehad. Ja, is dat jouw eerste expositie in Dordrecht? Of in Dordrecht wel, ja. Ja. Ik heb in Zeeland geëxposeerd, maar in Dordrecht, dat is wel mijn eerste expositie. Okay. Ja. En dat is bij Via Lumina, ja. Op de Voorstraat. Wat is dat voor een ruimte? Kun je het een beetje vertellen wat het is? Via Lumina is eigenlijk een hele gezellige ruimte. En ze bieden kans voor mensen die eigenlijk net beginnen in kunst en in hun carrière als een kunstenaar. En ik ben wel heel lang bezig al met kunst, maar ik heb het nooit van mezelf serieus genomen. Dus dat is mijn eerste tentoonstelling die echt gewoon voor die brede publiek is. Ja. Hoe komt het nu dat je die kunst voor jezelf eerst niet helemaal serieus nam? Is dat een soort aarzeling, bescheidenheid? Ja, ik denk elke kunstenaar twijfelt aan zijn eigen kracht en zijn eigen positie in de wereld. Mm-hmm. Om zichzelf te positioneren als een kunstenaar. Dus ja, dat probleem had ik dus ook. Voor een lange tijd. Dus ik heb heel veel kunstwerken gemaakt. En eigenlijk niks mee gedaan. Ja. Ja. Want ik zat een tijdje op Etsy, ik weet niet of dat bekend is, maar dat is zo'n site voor kunst en handwerk verkopen, mm-hmm. Arts and Crafts, ja. Okay. Amerikaanse site. Daar heb ik ook fans van de hele wereld. Ik heb veel in Australië verkocht. Dat is natuurlijk wel het voordeel van zo'n internationale site. Ja. Ja, maar dus in principe, ik kreeg wel een beetje bekendheid, ja. Maar dat was niet echt wat ik, ja, wat je, ik voor mij je kreeg dan nog niet het zelfvertrouwen van het zit wel goed met mijn kunst, of? Nee, dan nog niet, maar nu is het wel van slag gegaan. Ja. Ja, en stel, er gaan mensen kijken naar jouw expositie bij Via Lumina. Wat gaan ze zien? Wat is jouw kenmerkende stijl? Hoe ziet jouw kunst eruit? Bij Via Lumina heb ik een collectie van textielschilderijen en textielsieraden. Ik denk dat ook past een beetje bij het thema van recycling, van duurzaamheid. Wat we net had met de eerste gast over Dutch Food Week. Mm-hmm. Dat duurzaamheid en recycling staat dus op het eerste plaats. En mijn kunst gaat ook over recycling eigenlijk, textielkunst. Mijn schilderijen zijn gemaakt van stukjes stof, kraaltjes, gewoon van alles als munten. Ja. En elk stukje in mijn schilderij heeft een verhaal. Elk stukje heeft gewoon een bijzondere verhaal. En samen in een schilderij vormen ze één groot verhaal, net als mensen. Elk mens heeft een verhaal, ja. Maar bijvoorbeeld als we een geschiedenis gaan studeren, dan is het één groot verhaal van een land. Ja, en dus dat vind ik zo mooi aan. En de verhalen die jij tot uitdrukking wilt brengen in je schilderijen, zijn dat persoonlijke verhalen? Nee, die worden dan onpersoonlijk. Maak je maatschappelijke thema's? Kun je er een voorbeeld van vertellen? Nee, dat is eigenlijk, elke schilderij is specifiek anders. Dus het is niet, en ik heb ze nou niet bij mij, dus nee, ik kan niet echt. Dat maakt het lastig, ja. Maar het zijn schilderijen, duo's van de schilderijen. Dus bij elk textielschilderij met zo'n verhaal hoort nog een fotolijstje bij, waar het verhaal is omgeschreven in een poëzie, dus een gedicht. Een gedicht van gemaakt, ja. En die gedichten heb je ook zelf geschreven? Of ja. En dat is eigenlijk, de bedoeling is dat jij gewoon ze per twee gewoon koopt of ophangt. Ik heb ook trio's en quattro's, maar ja. En heb je dan bijvoorbeeld ook nog plan om te denken van, ik heb en gedichten en prachtige schilderijen, ik ga dat een keer samenvoegen in een boekje? Of,
Ja, waarschijnlijk komt het in een boek, want ik vind het eigenlijk een heel apart en heel mooi verhaal. Want elk stofje, bijvoorbeeld in zo'n schilderij, is afkomstig van een oude jurk. Bijvoorbeeld, ik heb een schilderij, die heet Don't Be Afraid What You Wish For. Schilderij is gemaakt van een van die onderdelen zeg maar, van de schilderij. Is stofjes van een hele mooie avondjurk. Die mevrouw, die al lang dood is, in de jaren 70 had gekocht. En zij had het nooit moeten dragen, omdat, ik weet niet maar waarom, maar zij had het nooit moeten dragen. Zij had het hele leven voor gespaard. Zij had het jurk gekocht en uiteindelijk, toen zij doodging, bleef de jurk gewoon liggen. Ja. Dus ik heb de jurk gekregen en ik heb een hele mooie schilderij van gemaakt. En dat ook in een gedicht omgeschreven. Ja, dat wordt daarmee wel een heel bijzonder verhaal dan. Ja. 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 En je exposeert nu bij Via Lumina. Heb je ook nog plannen om verder nog weer exposities te organiseren? Ja, heel graag. Ja. En eigenlijk ben ik benieuwd naar die andere galerijen en ik sta open als ze mij willen benaderen natuurlijk. Dus als er galeriehouders zijn in Dordrecht die dit ook zien, leg contact met jou. Heb je een eigen website waar ze je makkelijk kunnen vinden? Ja, DJ-vaart heet het. Mm-hmm. Het is mijn eigen website. Ik heb een kaartje gegeven. Ja, maar dat kan ik moeilijk voor de camera houden. Ja. Dus, mijn website is djvaart.com. En daar staan ook voorbeelden van mijn andere schilderijen, want ik werk ook in aquarellen, ik maak boekenillustraties, ik maak grote acrylschilderijen. Dus het is niet alleen maar dat je textiel verwerkt, je hebt ook de andere traditionele technieken, zeg maar. Ja, gewoon traditionele technieken, want ik heb ook op de kunstacademie gestudeerd, dus ik wil het gewoon doorzetten. En meer tentoonstellingen organiseren, ook met mijn andere werken. Niet alleen met textiel, maar ook gewoon met mijn aquarellen en met mijn acrylschilderijen. Ja, dus je hebt je niet helemaal zelf gevormd, maar je hebt ook de kunstacademie als ondergrond gedaan. Ja, ik heb ook heel veel cursussen gevolgd. Dus, en ik volg nog steeds heel veel. Ja, ik kan tegenwoordig heel makkelijk via YouTube leren. Ja. YouTube heeft heel veel gratis en toegankelijk materiaal om te leren. Ja, dat is ideaal. Dat is toch wel de zegen van internet wat dat betreft. Ja, dat wel, ja. Nou vertelde jij toen we elkaar net hebben ontmoet voor de uitzending, dat je ook in Pictura als gastvrouw actief bent? Ja, sinds 3 maanden werk ik als een gastvrouw bij Pictura. Ik werk op zondag, dus als iemand mij wil ontmoeten, welkom. Ik sta er elke zondag en ik vind een grote eer dat ik daar mag werken, want Pictura is eigenlijk de oudste tekengenootschap van Nederland. Zelfs Van Gogh en Rembrandt, wereldnamen, waren daar gewoon leden van. Ja. Dus ik vind het een hele grote eer dat ik daar mag werken. Pictura heeft echt een hele rijke historie, hè? Ja. Ja. Prachtig. En is nou een droom dat je hoopt dat je er zelf ook ooit een keer een expositie hebt? Bij Pictura? Ja, verlicht. Dus, ja, ik bedoel, Pictura gaat over hedendaagse kunst van nog levende kunstenaars. Nou, die twee criteria die passen. Ja, ik vind mijn kunst wel hedendaags, want het is tegenwoordig, maatschappij is, moet niet zo gericht zijn om consumeren, maar juist om recyclen. Recyclen is tegenwoordig gewoon echt een hele belangrijke punt om dan aandacht aan te brengen. Ik hoop dat ik met mijn kunst toch een beetje de wereld kan veranderen en een goede boodschap brengen aan de maatschappij. Ja. Stop met consumeren en ga gewoon recyclen. Schilderijen kunnen ook gemaakt worden van dingen die je gewoon bij de hand hebt. Je hoeft niks te kopen, je hoeft niks te produceren. Je kan gewoon doen met wat je al hebt. Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Dus, kijkers, luisteraars, ga zeker op de Voorstraat naar Via Lumina naar het werk van Laila kijken. Heel fijn dat je dit hier hebt willen vertellen. Dank je wel. Ik wens je bijzonder veel succes met alles wat je nog gaat maken.
En wees niet te bescheiden. Ik bedoel, sta voor de kunst en voor de boodschap die je uitdraagt. Ja. Met de duurzaamheid die daarin verpakt zit, is het echt een mooie boodschap. Dankjewel dat je hier in de uitzending wilde zijn. Ja, hartstikke bedankt.